1 voor de laatste verdedigingskans voor Bouterse. Telefoongebruik bij jongeren. En de AirCatch app in Thalia. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Er was vandaag weer een zitting over het hoger beroep van de 8 december moorden. Deze keer was de hoofdverdachte, Desiree Delano Bouterse, ook aanwezig. Hij gaf zijn pleidooi. Maar wat is dat en wat is er nog meer gebeurd tijdens deze zittingsdag? Goedemorgen. Meneer Bouterse heeft vandaag zijn pleidooi gegeven tijdens het hoger beroep van de 8 december moorden. Een pleidooi is de verdediging van de verdachte. En een verdachte is dus de persoon die verdacht wordt van een misdaad zoals stelen of mensen pijn doen. Het pleidooi heeft meneer Bouterse samen met zijn advocaat voorbereid. Ze willen met het pleidooi de rechters overtuigen dat hij niet schuldig is voor onder andere moord. Het heeft uren geduurd, maar in het kort hield het pleidooi het volgende in. Meneer Bouterse geeft als reden voor het oppakken van de 15 mensen die op 8 december 1982 zijn vermoord, dat ex-kolonisators zoals Nederland in andere landen de boel zodanig onstabiel hebben gemaakt dat mensen zijn overleden. Het gerucht is dat ex-kolonisators dit doen om de macht in voormalige koloniën te behouden. Hij beweerde dat de ex-kolonisator Nederland dit ook wilde doen in Suriname, mede door hulp van burgers van Suriname. Meneer Bouterse heeft mensen geïdentificeerd in Suriname die een coup van het leger, hetzelfde leger dat toen onder meneer Bouterse viel, wilde helpen waarmaken, maar niet zelf wilde plegen. Dat is zijn reden voor het oppakken van de 15 mensen. Maar het was nooit de bedoeling om ze dood te maken, volgens meneer Bouterse. In het pleidooi is er nog veel meer gezegd om het onschuld van meneer Bouterse te bewijzen. Hoe voelt u zich nu erbij vandaag? Voelt u zich beter? Heeft u iets meer iets te... Ik voel me altijd goed. Altijd goed. Ik voel me altijd goed. Na het pleidooi van de verdachte komt een repliek. Een repliek is een reactie van de aanklager op het pleidooi. De aanklager is in dit geval het Openbaar Ministerie. Zij zullen dus proberen met bewijs en taal alles in het pleidooi van de verdachte tegen te spreken. Hugo Esset, de advocaat van de nabestaanden, geeft ons met zijn mening over het pleidooi een idee hoe het Openbaar Ministerie zal reageren op wat er in het pleidooi is gezegd. Kijk, het is natuurlijk van de gekke, wil ik bijna zeggen, om je te beroepen op dossiers die geheim zijn en die ook nog gestolen zijn. Ja, ik bedoel, dan kan alles, hè. Nu moet je me goed begrijpen. Alles kan als je je beroept op dossiers die niet beschikbaar zijn. Omdat ze of gestolen zijn of geheim zijn. Daar kun je niet op beroepen. Dus dat is wat mij betreft, laat me het zo netjes mogelijk zeggen, klinkklare juridische onzin. Dus ik denk niet dat dat op enige manier van invloed is op het proces. De volgende zittingsdag zal dus een repliek zijn van het Openbaar Ministerie. Dat is op 30 mei. Na de 30ste volgen nog maar een paar zittingsdagen, zegt meneer Esset. En zoals het hoort zal dan daarna de verdediging de kans krijgen om op dat repliek te reageren. Dat noemen ze dan dupliek. En dan volgt het laatste woord van de verdachte en vonnis. Dus het is een kwestie van een aantal maanden. Nee, het einde is nog niet in zicht. Nou nee, het einde is nog niet daar, maar het is zeker in zicht. Ja hoor. WhatsApp, Snapchat, TikTok zijn verschillende apps waar jongeren vaak gebruik van maken. Ook gamen op hun telefoon vinden ze heel leuk. Wij vroegen aan Omar en Nadari waar zij hun telefoon voor gebruiken. Uit onderzoek van het Jeugdjournaal in Nederland blijkt dat meer dan de helft van de kinderen zichzelf telefoonverslaafd vindt. Het onderzoek werd gedaan onder 500 kinderen tussen de 9 en 13 jaar. Ze kunnen hun telefoon moeilijk wegzetten of hebben vaak het gevoel dat ze even op hun telefoon moeten kijken. Omar en Nadari vertellen aan ons als zij dat ook ervaren. Ik gebruik mijn telefoon vaak voor TikTok of gewoon op social media zijn. Maar soms gebruik ik het ook voor huiswerk. Bijvoorbeeld, de school heeft een app, het heet Classroom, waar we alle informatie over onze schoolwerk hebben. En vaak ben ik ook op Gmail en daar staat gewoon alles wat ik nodig heb voor school. Ik speel soms een paar spelletjes op mijn telefoon. 80% van de kinderen uit het onderzoek zegt dat ze vaak langer op hun telefoon kijken dan gedacht.
In de klas moeten ze hun telefoon wel afstaan aan de juf en na school krijgen ze die terug. Hoe zit dat bij Omar en Adari? Het wordt afgepakt van door de school van 7 uur tot 2 uur. Vroeger werd er die school gepest online, dus we willen dat niet meer hebben. Tijdens de les wordt mijn telefoon afgepakt en moet ik inleveren. Van 7 tot 2 is de telefoon bij op kantoor. Veel jongeren hebben met hun ouders afspraken gemaakt over wanneer en hoe lang ze op hun telefoon mogen. Zo mogen veel kinderen er niet op tijdens het eten of vlak voordat ze gaan slapen. We hebben niet echt afspraken erover, maar soms zeggen mijn ouders wel van hey, is genoeg, screen time, kom we gaan een spelletje spelen ofzo, of heb je huiswerk gemaakt? Nee, we hebben geen afspraken, maar als ik huiswerk of schoolwerk moet doen, of iets belangrijks moet doen, behalve schoolwerk, dan ben ik wel niet op mijn telefoon. Soms kan er zelf ruzie ontstaan over de gemaakte regels. Dan zijn ouders bijvoorbeeld streng over de regels, terwijl ze zelf ook heel veel op hun telefoon zitten. Bij mij is het niet echt zo dat mijn vader en mijn moeder, ze zijn niet echt vaak op internet. Maar ze houden echt van lezen. Mijn ouders zijn ook zeggen steeds van screentime, maar zij zijn zelf echt vaak op hun telefoon. Dus ik vind van als ik screentime nodig heb, dan heb jij het ook nodig. Jongeren kunnen makkelijk 5 uur per dag aan hun telefoon besteden. Maar dat is niet zo handig. Het kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld afgeleid wordt van je schoolwerk. Omar en Adari hebben enkele tips voor jongeren die denken dat ze telefoonverslaafd zijn. Als je niet wil dat je ouders kinderen opzetten, liever zet het zelf. Ik denk dat ze gewoon een dag je telefoon moeten geven aan iemand. En dan gewoon zeggen, geef me mijn telefoon helemaal niet, ook al wil ik het. Ga ik een dagje proberen te overleven zonder mijn telefoon. Je hebt bepaalde tijden waar je op de telefoon gaat zijn, wanneer je taken moet doen, wanneer je huiswerk moet doen. En in de vakantie, just relax en grap je telefoon. Elke leeftijd brengt nieuwe interesses en risico's met zich mee. En daarom is het belangrijk om over het mediagebruik te blijven praten. Een app die vertelt wat er allemaal in een film gebeurt. Blinden en slechtzienden kunnen dankzij de EarCatch-app ook genieten van een leuke film. Gisteren konden slechtziende en blinde kinderen dat ervaren in Theater Thalia. Toen ze vertelde over de app. Voor 2 weken is Fariel Suleiman in Suriname. Zij wil de blinden en slechtziende gemeenschap in het land kennis laten maken met de EarCatch-app. In Thalia heeft zij met behulp van wat sponsoren een avondje voor hen georganiseerd. Via de EarCatch-app konden ze allemaal van de speelfilm Abominable genieten. Maar hoe werkt dat precies? De app EarCatch vertelt dus wat je niet ziet. Dat is wat audiodescriptie doet. Audiodescriptie beschrijft wat er in beeld gebeurt. Normaal als we film kijken zien we allemaal wat er gebeurt. Waardoor dus simpele cues kunnen meemaken. Zoals iemand die stiekem een portemonnee uit een tas pakt. Of iemand die springt over een hek. Maar iemand die blind of slechtziend is, maakt dat niet mee. Die maakt alleen de dialogen mee. Maar niet altijd wordt alles verteld in de dialogen. Dus deze filmervaring maakt het completer voor ze, omdat ze dus nu ook mee kunnen krijgen wat er gebeurt in het beeld. Je hoeft niet naar de geluiden te gaan raden wat het is. Je kan gewoon naar de EarCatch-app luisteren wat ze zeggen. Leuk zo dus. Met de EarCatch-app hoor je al de kleine dingen die gebeuren in de film zonder het te zien. Maar dat is voor sommigen ook even wennen. Ik ben meer gewend om gewoon naar die film te kijken zonder die EarCatch-app. Maar ik ben wel open om nieuwe dingen te ervaren. Momenteel staat niet elke film in de EarCatch-app. Maar de kinderen hebben aan ons laten weten wat zij zouden willen meemaken met de app. Wednesday, dit is de serie Wednesday. Misschien Game of Thrones. Nee, ik jok daar. Misschien Lord of the Rings. Of ik weet niet welke film, maar een echte leuke film. Dat Fariel Suriname kennis wil laten maken met de EarCatch-app, doet ze namens Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid. Ook werkt ze samen met de Nationale Stichting Blinden en Slechtzienden. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder, een fijn weekend. En tot volgende week.
Thank you.